Yo, Vaco Gamers, Lars hier en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival hier op Vaco Games Reloaded. En jongens, ik wil vandaag een beetje met jullie gaan opruimen in deze wereld. Want we zijn bijna halverwege het jaar, nog maar 2 afleveringen en we hebben de helft van het jaar gehad. En het is ondertussen een ongelooflijke puinbende in deze wereld aan het worden. Ik heb ook ondertussen een paar Enderman gevonden, bereid om mij mee te helpen. Kijk, daar is er eentje heel hard aan het opruimen. Er is er daarboven eentje heel erg druk bezig. Hartstikke fijn, maar als je dit wil, dat dingen goed gebeuren, dan zou je het uiteindelijk toch helemaal zelf moeten doen. Oftewel, ik ga lekker aan de opruimen vandaag en hopelijk hebben we dan aan het eind van deze aflevering gewoon wat minder troep in deze wereld. Want het is net even een beetje zooi overal en daar hou ik niet van. Ik kan niet zo goed tegen zooi. Als eerste, dit gekke ding. Hebben we natuurlijk gebruikt tijdens het maken van de redstone deur. Hebben we niet meer nodig, want de redstone deur is helemaal dik in orde. Oftewel, dit ding kan weg. Niet meer nodig, overbodig. Totaal ongewenst. Weg met die zooi, haatse vlots. Dan hier een gat. Lelijk gat. Wil ik niet. Ik wil geen gaten in mijn wereld. Het is snap, padverdorie. Geen edam maar kaas. Daar, hoppakee. En deze ingang hier hebben we ook niet meer nodig. 1, 2, 3. Want wij hebben een prachtige ingang naar de Experience Farm. Daar verderop. Moeten we trouwens ook ooit nog eens een keertje wat mee doen. Want de ingang is nog niet helemaal perfect. En ik wil er nog altijd een ander aan veranderen. Dan dit gekke muurtje. Hadden we ooit een keertje gebruikt als kippenhok. Kippenhok is natuurlijk veranderd, is verbeterd, is veel beter geworden. Maar dit hek staat er nog en ik vind dit hek niet mooi. Oftewel, dit hele hek moet weer plaatsmaken. Volgens mij wordt dan, als ik hier ooit nog eens een keertje een extra hek ga neerzetten, wordt dat de derde versie van dat hek. Want ik ben gewoon niet zo goed in hekjes bouwen. Dat is gewoon een van mijn minder sterke punten in Minecraft. Een van mijn vele minder sterke punten in Minecraft. Maar toch, hè. Ik heb er gewoon veel. Maar ik heb ook wel een paar sterke. Zoals... wat zijn dan mijn sterke punten in Minecraft, jongens? Laat dat eens even weten in de reacties. Heb ik überhaupt sterke punten in deze game? Dat zal wel wat wezen. Oh, daar is trouwens ook nog een deur. Kijk, daar hebben we ook al eens een keer een gangetje gegraven. Kunnen we misschien ook nog wel eens een keertje wat mee doen. Want ik heb natuurlijk aan deze kant, zeker als dit weg is, best nog wel weer wat ruimte. Kijk, hier staat ook weer zo'n random kobbelblok. Wat moet een mens daar toch mee? Dat is toch totaal ongewenst? Dat willen we niet. Oh, dit willen we trouwens ook niet. Oh no, dat was ook echt het enige pickaxe die ik had. Nou ja, helaas. Let's zoek een andere pickaxe om deze klus voort te zetten. Ik had trouwens ook een idee. Dat kwam ook net in één keer random bij me op. En volgens mij heb ik het ook al een paar keer ergens in de reacties gelezen. Dat het misschien ook wel een leuk idee is om eens een keertje een groot bord neer te zetten in deze wereld. En daar heel veel van jullie ideeën op te schrijven. Dat we dan bijvoorbeeld opschrijven van... Hey Vaco, je moet nog eens een keertje je aardappelfarm uitbreiden. Of hey Vaco, je moet nog eens een keertje... noem eens wat. Wat moet ik nog in deze wereld? Het huis met de koeienstal moet ik ooit nog eens een keertje inrichten. Weet je wel, dat soort dingen. Dan heb ik ooit eens een keertje een planoverzicht. En jullie kennen mij, als ik geen overzicht in mijn hoofd heb, ja, dan wordt het natuurlijk één grote chaos, hè. Moeten we niet willen met z'n allen. 1, 2. We moeten wel 2 nieuwe pickaxen willen. Hapske idee. En misschien dat ik binnenkort ook eens een keertje een diamond moet gaan zoeken of zo, want ik heb nu eigenlijk, volgens mij, geen 1 diamond meer over. Dat is wel vrij weinig, toch, vind ik. Ik vind dat vrij weinig. Misschien kunnen we dat in dit weekend doen. Want dit weekend is natuurlijk eigenlijk halverwege het jaarviering. Is dat een ding? Zullen we daar een dingetje van maken? Want aflevering 182,5 heb ik uitgerekend. Is precies het half jaar van Minecraft Survival. En tot nu toe heb ik nog geen 1 aflevering gemist. Is toch op zich voor iemand met mijn reputatie best wel heel erg knap. Al zeg ik het zelf. Hoppakee, moet het natuurlijk wel even volhouden. Want je weet niet wat er gebeurt tussen nu en overmorgen. Maar toch, hè. Het zou bijvoorbeeld best kunnen dat ik getroffen word door een meteoriet buiten op straat. Dat kan. Of ik krijg spontaan een aanval van een of andere enge tropische ziekte. Dat kan ook. Niet dat ik naar de tropen ga of zo. Maar ja, hey, weet je, de wereld is klein tegenwoordig. En een virusje is zo overgedragen. Let's go deze kant op. Hoppakee. Ja, dat gaat er eigenlijk best wel vlot. Toch? Dan moeten we ook gaan bedenken wat we dan hier gaan bouwen. Want dit ding gaat trouwens ook weg. Ook geen idee wat ik daar precies mee moet. Dus misschien dat we daar ook nog een leuk idee voor kunnen vinden. Wat kunnen we nou aan deze kant bouwen? Wat voor gebouwen mis ik nog in deze wereld? Ergens heb ik het idee dat ik nog heel veel dingen mis die ik ooit eens een keertje in mijn oorspronkelijke wereld had. Dus mochten jullie nog leuke ideeën hebben, laat ze vooral weten. Dan kan ik er wat mee doen de komende paar afleveringen. Vind ik alleen maar goed. Hoppakee. Misschien moet ik ook nog eens een keertje
Oh, dat is trouwens het verkeerde tool. Dat is niet handig. We kunnen ook aan die kant proberen om de wereld wat verder uit te breiden. Dat we wat meer bouwgebied krijgen of zo. Dat kunnen we ook nog wel doen. We hebben heel erg veel gravel. Dus we kunnen wel weer wat nieuwe paadjes aanleggen. Gewoon naar hier en naar daar en weer terug. Of we gaan op zoek naar een nieuwe kat. Dat kan ook. Want we hadden Pius de Poes. Maar Pius de Poes is dood. Mogen zijn ziel rusten in vrede. Dus dat mis ik ook wel een beetje. Of goud. Goud kunnen we ook gaan zoeken. Als een echte cowboy in het Wilde Westen. Dan moeten we wel naar het Westen gaan natuurlijk, hè, in deze wereld. Want goud vind je beter in het Westen dan in het Oosten. Heel veel mensen weten dat niet, maar het is echt zo. Dat verzin ik hier niet te plekken. Deze gaan we eventjes... En dan ga ik even bedenken of dat we dit een beetje op een efficiënte manier kunnen doen. Ik kan het natuurlijk ook gewoon afpikken. Dat kan natuurlijk ook. Is wel efficiënt. Schiet wel op. Op een staat, ja, weet je wat we doen? We fikken de boel gewoon af. We hebben ook een lekker vuurtje. Lekker warm. Dat scheelt weer op de stookkosten. En ik weet niet of jullie een beetje in de gaten gehouden hebben wat de elektriciteit en de gasprijzen de afgelopen tijd doen. Die zijn sky high. Wij moeten hebben flint. Want ik heb nog één steel. Flint, steel. Is flint een steel? Is vuur. Dus let's pas een beetje op. Dat we niet mijn hele huis in de hens juken. Deze gaat hier op. Zo. Even deze een beetje droppen. Hier hebben we zoveel troep. Oh, dat is hout. Dat moet niet hier. Dat moet niet hier. Dat moet niet hier. Dat moet hier. Steen, 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 steen. Rob pork chop kan. Hierin. Steen gaat mee. Steen gaat mee. Steen gaat mee. Steen gaat mee. Bijna level 30 ook weer, jongens. Nog een extra reden om meer diamonds te zoeken. Want dan kan ik binnenkort mijn diamond gaan enchanten. Zullen we deze stenen... Oh, hier heb ik trouwens ook nog een hele kist vol. Zullen we deze stenen nog even hierin droppen? Dat is misschien efficiënter. Jullie... Wat had ik ook alweer als drops? Ik had toch een mob drop? Oh, deze. Hier, oké. Okay. Dan redstone, 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 redstone. Hoef ik voorlopig ook niet meer om te kijken. Gravel. Had in de gravelkist even tijdelijk. Big drip leaf gaat hier weer in... Hout gaat hierbij. Hekjes gaan daarbij. Pressure plates gaan daarin. Nou, hey, dan heb ik toch best wel weer redelijk mijn inventory onder controle. Gaat toch eigenlijk best wel dikke prima. Let's zoek mijn flint en steel. En let's steek dat ding in de hens. Want ik hou wel van een fikkie op zijn tijd. Lekker fikkie stoken. Altijd plus 1. Hoppakee. Poink, 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 poink. Kijk, je moet de barbecue altijd van onder aanmaken. Dat werkt het beste. Dat fikt het allerlekkerst. Hoppakee, branden met je neus. Aan de hens. Fik erin. Fik erin. Nou, hier. Prachtige barbecue. Ik zal eventjes zo doen. En dan doe ik eventjes zo. Voor de thumbnail natuurlijk, hè. Voor de thumbnail. Oh, dat fikt toch best wel dikke prima. Dat is een goede, efficiënte manier. Lekker bezig, Vaco. Dat ruimt prima op. Dan gaan we even kijken hoe het hier precies zit. Want... Oh, kijk eens even. Die kunnen we ook wel meenemen. Als we deze nou even zo doen. Hoppakee. Kijk, dan schrijven we dit ook gewoon natuurlijk meteen even mee, hè. Als we er dan toch zijn. Hoppakee. Dat hoort ook een beetje bij opruimen. Oeh, kool. Kan ik ook wel weer gebruiken, want mijn koolvoorraad slinkt ook behoorlijk. Hé, dan heb ik hier ook een gat. Haha. Dan heb ik twee gaatjes, jongen. Eén gaatje, twee gaatjes. Sommige mensen houden ervan, hè. Sommige mensen vinden dat tof. Ik heb... Oh, deze. Wacht. Heb ik mijn... Oh, wacht. Ik heb mijn... Mijn fortune picking is natuurlijk niet meer. Oh no, daar gaat mijn... Ik denk, daar gaat mijn experience. Wat gaan we hier dan precies mee doen? Want hier zit misschien ook nog wel ergens een beetje gravel wat ik weg kan scheppen. Even kijken, gaan we dit hele tunneltje dichtmaken? Is ook een beetje zonde, hè? Misschien kan ik... Hey. Kijk, er zit gewoon nog veel meer. Daar zit nou veel meer van die troep. Wat gaan we dan met dit tunneltje doen, jongens? Want dit tunneltje zit er ook niet voor niks. Dat heb ik ooit een keertje gehakt met een doel waarschijnlijk. Ik weet alleen niet meer precies wat het doel precies was, maar hey, het was een doel. Dat is ook nog wat kool. Nou, dan hebben we ook meteen mooi mee. Oh, nog best wel wat ook trouwens. Oh, weet je wat we doen? We laten deze kool hier zitten, voor nu. En dan wachten we even tot we een nieuwe fortune pickaxe hebben. Zullen we dat doen? Dat is misschien ook wel handig, want... Het is zonde om zoveel kool weg te hakken, terwijl ik het eigenlijk niet nodig heb. En krijg je trouwens ook... Even een vraagje, random bedenk ik me ook nu ineens. Krijg je meer experience met een fortune pickaxe? Ja of nee? Want dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Is hij weg? Oh, er is nog één dingetje over. Één eenzaam blokje. Zo, dat is wel een heel pittig eenzaam blokje. En dit eenzame blokje wil ook niet dood. Maar het eenzame blokje moet dood. Of die nou wil of niet. Op zich mag je best fikken, hoor.
Zo, een beetje extra vuur erbij. Weten we zeker dat je zal branden. Hey, Bernard. Alsjeblieft zeg. Ja, eens even wieberen. Nou, hier, daar hebben we toch prachtige ruimte. Schitterend, schitterend. En er stond daar ergens een crafting table. Die heeft er niks te zoeken. Die zag ik ook vanuit mijn ooghoek. Crafting table weg. Waar kunnen we de crafting table dan neerzetten? Oké, dit is ondertussen ook aangeslagen, zo te zien. Of niet? Oeh, jemig. Schrik ik van mijn eigen ding. Dat is eng. Dat is niet de bedoeling. Wacht, dit gaat trouwens ook niet helemaal lekker. Want volgens mij kan het niet overslaan vanwege die big drip leaf. Dus hoppakee, zo. Dan, die is dikke prima. Dan kunnen we dit wel een beetje opvullen met deze dirt. Dan zijn we hier binnenkort weer een zombie party. Waarom doet hij dit niet meer? Ik klik toch echt. Ja, zo, hier, hoppakee. Dat is precies wat ik wilde, jongen. Pam, 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 pam. Beetje dichtmaken, zo. Hoppakee. Extra lampje voor daar. Ik had nog, oeh, wol. Heb ik echt alles erin gedropt? Aan gravel. Of aan dirt. Dat is best wel heel erg veel. Dat is best behoorlijk. Nou ja, ga ik even nieuwe halen. En, wat moeten we nog meer hebben? Steen, hè? Gewone steen. Nou, zie je, dan komt er toch maar goed uit dat ik niet al die stenen alvast omgezet heb in die andere troep. Want dat is altijd nog, komt er eens een keertje goed van pas. Deze doen we hier uithalen. Zo. Nou, dan maken we dat gaatje mooi dicht. En dan hebben we deze kant redelijk opgeruimd, vind ik zelf. Dan kunnen we morgen die kant doen. Want daar is vast ook nog wel heel wat troep. En zooi. En ellende. Die een mens helemaal niet wil in zijn Minecraft wereldje. Hoe gaat het hier? Dit gaat helemaal dicht. Allemaal dingen erin. Zodat we hier geen gespawn krijgen. Dat wil ik namelijk niet. Hoppakee. Dit even zo. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Maar dan weer net even niet. Want hier moet wel een dingetje blijven dat we kunnen zien dat we er hier ooit eens een keertje een tunneltje gebouwd hebben. Maar dat ga ik gigantisch hard vergeten. Daar kan je nu al de klok op gelijk zetten. Dit ga ik natuurlijk binnen nu in 3 afleveringen vergeten dat ik dit hier gebouwd heb. Maar toch, hè, kijk, zo, muurtje erin. Hoppakee, en dan doen we deze in het midden om te laten zien dat daar wel wat zit. En dan kunnen we dit opvullen. Met gewone steen. Zo, prachtig. En dit is met dirt te doen. Nou, hoppakee. Hoppakee. Niemand die er meer wat van vindt. En dan hebben we hier ruimte. Dat is lekker. Dan hebben we dit dingetje helemaal opgeruimd. Nou, jongens. Ik ben helemaal gelukkig in mijn wereldje. Het wordt er steeds beter op. Morgen gaan we eens even kijken of dat we nog wat aan de overkant moeten opruimen. Moet ook ongetwijfeld nog heel veel gebeuren. En misschien dat we ook daar wat extra graan kunnen inzaaien. Daar bij die, dat hele grote waterrad ding. Ben ik ook hoort. Oeh, en dit moeten we ook nog eens een keertje doen. Een hele toffe sugarcane farm. Oh, misschien is dat wel een idee voor de komende paar afleveringen. Laat het even weten, jongens, als jullie nog een leuk idee hebben. Ik ga morgen lekker verder met opruimen. En ik hoop jullie morgen natuurlijk ook weer terug te zien. 7:30 ochtends bij de volgende aflevering van Minecraft Survival. Als we verder gaan in deze prachtige, opgeruimde en schitterend georganiseerde wereld. Mazzel!